Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Eredivisie Voorspellen. In deze aflevering gaan we kijken wat er is gebeurd in speelronde 19 van de Eredivisie, maar natuurlijk ook de wedstrijden die we gaan voorspellen voor speelronde 20. In speelronde 19 won PSV met 2-0 van Go Ahead Eagles. Ook RKC won met 2-0 en die wonnen van FC Emmen. NEC speelde weer eens gelijk dit seizoen, dat is nog niet eerder gebeurd. NEC tegen Sparta werd dus 1-1. Heerenveen Vitesse werd 1-3. Ik was bij het spektakel AZ FC Utrecht 5-5. Echt meest merkwaardige wedstrijd waar ik ooit ben geweest. Het was zo raar, de hele score verlopen. Het was de ene keer dacht je echt van what the fuck is dit. De andere keer was je super blij. Het was echt een hele merkwaardige avond. Het is in ieder geval 5-5 geworden tussen AZ en FC Utrecht. Twente Feyenoord werd 1-1. Excelsior verloor met 1-4 van Ajax. Volendam tegen Groningen werd 3-2. En Cambuur verloor met 1-2 van Fortuna. Dan gaan we kijken naar de ranglijst. Feyenoord staat nog steeds bovenaan met 42 punten. Dan komt AZ met 40 punten. PSV staat derde met 38 punten. Ajax op de vierde plek met 37 punten. FC Twente staat vijfde met 36 punten. Op de zesde plaats staat Sparta met 33 punten. Dan komt FC Utrecht met 30 punten. Heerenveen staat achtste met 27 punten. NEC staat negende met 23 punten. RKC en Fortuna hebben 22 punten. Go Ahead Eagles en Vitesse en Excelsior hebben 19 punten. 10 punten. Volendam helemaal uit de gevarenzone op de 15e plek met 16 punten. FC Emmen op de 16e plek met 15 punten. En Cambuur en FC Groningen hebben 12 punten. Dan gaan we naar de voorspellers top 8. Ik ben steeds verder uitgelopen. Ik ben erg blij. Ik sta bovenaan met 162 punten. Dan komt Colino met 152 punten. Lars staat derde met 151 punten. Games staat vierde met 150 punten. Jurgen en Luc hebben 149 punten. En Sven en Stan hebben 146 punten. De weekwinnaar deze week was Games for the Gamers. Gefeliciteerd! Dan gaan we kijken naar speelronde 20. Die we gaan voorspellen voor aankomend weekend. Fortuna tegen Sparta. Volendam thuis in Volendam tegen AZ. Emmen tegen Vitesse. FC Utrecht ontvangt in de Galgenwaard Heerenveen. Excelsior op Woudestein tegen RKC. Cambuur moet thuis tegen Ajax. Feyenoord in de topper tegen PSV. In de Adelaarshorst ontvangt Go Ahead Eagles NEC. En als laatste hebben we FC Groningen tegen FC Twente. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je het nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog en zie je graag bij de volgende aflevering van Eredivisie Voorspellen. Adios, amigos!